Als wij eens even gaan kijken naar wat voor films Disney in 2018 allemaal zou uitbrengen, dan zien we vervolg na vervolg na vervolg. Wreck-It Ralph, Toy Story en Incredibles, allemaal films waar vervolgen op zullen komen in 2018. Ik weet niet waarom ze hier vervolgen op zouden maken, maar oké, ik ben wel heel erg benieuwd naar wat ze met deze films gaan doen. Heck, The Incredibles is een film waar ik al jaren vervolg op had willen zien. En nu dat we eindelijk een vervolg krijgen, heb ik er heel erg veel zin in. Hetzelfde kan helaas niet gezegd worden over het vervolg waar ik het vandaag in deze video over zal hebben. Mary Poppins Returns. Ja, als ik me heel eerlijk ben, maak ik me een beetje zorgen over dit vervolg. Tenzij je veel Toy Story is, kan je vervolg of matig of heel slecht zijn. Wat Disney ons al vaker heeft bewezen. Het wordt steeds erger als je bedenkt dat het oude team achter het origineel niet meer aanwezig is in de studio. Dus de magie uit de eerste film kan sowieso al niet worden nagemaakt. De enige persoon die nog een beetje magie terug zou kunnen brengen is Dick Van Dyke, die ook een rol zou spelen in deze film. Maar ook daar heb ik me een beetje de twijfels bij, aangezien hij de bankeigenaar zoon zou spelen, die ik niet heel interessant vond in het origineel. Aan de andere kant, het is Dick Van Dyke. Misschien dat hij wat meer leven in de rol zou stoppen. Maar los van Dick Van Dyke is het merendeel van de originele crew niet aanwezig in dit vervolg. Laten we even heel eerlijk zijn met elkaar. Een Mary Poppins vervolg zonder Julie Andrews zou mogelijk niet zo magisch aanvoelen als het origineel. Julie Andrews heeft Mary Poppins niet beter kunnen uitvoeren dan ze destijds heeft gedaan. En er is niemand die haar zou kunnen vervangen. Ja, ik begrijp dat Julie Andrews mogelijk overleden zou kunnen zijn. Of dat ook daadwerkelijk gebeurd is, weet ik niet. Maar je kan haar gewoon niet vervangen om je film te laten werken. Dat is een concept die gedoemd te mislukken is. En dat is niet het enige waar ik me zorgen om maak. Het origineel speelde zich af in 1910. Het vervolg zou zich afspelen 25 jaar later, dus in 1935. Oftewel, Jane en Michael Banks zijn nu inmiddels volwassen. Michael woont nog steeds in hetzelfde huis uit het origineel met 3 kinderen. Annabelle, John en George. En huishoudster Ellen is er ook weer bij. Nadat Michael een persoonlijk verlies leidt, komt Mary Poppins terug naar de familie Banks met straatlantaarnloper Jack en excentrieke neef Topsy. Dit staat letterlijk op de Wikipedia pagina van de film zelf. Wat ik hier vreed aan vind, is dat Mary Poppins een babysitter is. Tenminste, dat is wat ik heb doorgekregen uit het origineel. Ik heb geen idee wat ik moet denken van de beschrijving die we hier op de Wikipedia pagina kunnen lezen van Mary Poppins Returns. Het eerste wat ik me afvraag is, waar in de Holy Mother of Celestia is Bert? Hij is niet bekend op de Wikipedia pagina, dus ik ga ervan uit dat hij volledig uit deze wereld verdwenen is. Is hij soms vergeten door de staf van Disney? Ik heb geen idee. Ik overdreef niet als ik zeg dat ik het heel erg vervelend zou vinden als Disney Bert niet terug zouden brengen in het vervolg van Mary Poppins. Als je mij vraagt, had Dick Van Dyke die rol gewoon weer moeten oppakken. Tuurlijk, hij is nu een beetje te oud om zo energiek te zijn als hij was in het origineel. Maar voor mij hoeft dat niet eens. Ik zou het in ieder geval leuk hebben gevonden als hij in een bepaalde vorm terug zou komen als Bert in de film. Tuurlijk, ik ben benieuwd hoe Dick Van Dyke het zou doen als de bankeigenaar. Maar aan de andere kant heeft hij echt heel veel gedaan in het origineel? Nee, niet echt. Dus als je het mij vraagt, is Dick Van Dyke zijn talenten van acteren compleet aan het verspillen voor deze film. Dat gezegd hebben, we moeten maar even afwachten tot de film daadwerkelijk uit is om te zien of dat Dick Van Dyke deze rol wel echt goed staat of niet. Voor hetzelfde geld wordt Mary Poppins Returns een heel goed vervolg op het origineel en zit ik me weer veel te veel zorgen te maken erom. Ik zou zeker nog een keer een Astral Talk maken over Mary Poppins Returns als de trailer eenmaal uit is. Maar tot die tijd ga ik nog even non-stop genieten van het origineel.